zijn hier vandaag op Lente Ardiessen. En daar wordt een bijeenkomst georganiseerd over biobased economy. Dat is allemaal mensen, ondernemers die een nieuwe wereld willen met nieuwe producten en nieuwe diensten. En vandaag kijken we toch vooral hoe je richting klant kunt gaan. Want in de technologie kan er al heel erg veel, maar dan heb je nog geen business. We hebben een hele inspiratiesessie gehad met een hoop mensen uit het biobased vak. Onder het thema biobased verbeeld, dat ook het thema is van Land Ardiessen. Wat ik hier erg interessant vind is dat die ontwikkelingen zo snel gaan. En vaak zijn hier ook weer echt nieuwe ideeën die toepasbaar zijn. En dat levert veel inspiratie op, veel inzicht op en ook heel veel energie op om vooral door te gaan. Brandstoffen alleen is geen biobased economy. Dus producten die worden nogal eens ondergesneeuwd. Producten die in principe super interessant zijn, maar eigenlijk het daglicht vaak niet zien. Dat is jammer, want dat zijn juist de producten waar we op aan het wachten zijn. Nou, die mensen die hier aan tafel schuiven zijn allemaal mensen die hun eigen netwerk hebben en dit op zoek zijn. Dus ze zoeken gewoon naar die nieuwe economie, naar die verandering. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat er een soort vraag gecreëerd gaat worden. Er zijn heel veel initiatieven en het is heel veel push van biobased materialen en andere initiatieven. En ik denk dat de bewustwording van de eindklanten, maar ook van de overheden, dat die heel belangrijk gaan worden zometeen om het echte succes van de biobased economy te versnellen. Ik hou me niet zo bezig met politiek, of eigenlijk gezegd helemaal niet. Maar ik vind het wel prachtig om te zien dat de heer Van Nistelrooy wel daar zo mee bezig is. En dat hij toch ook naar die andere wereld aan het zoeken is, naar een betere wereld. We willen vooral de gebieden die goed zijn, onder andere hier op de biobaseerde economie, met elkaar verbinden. En te zorgen dat niet straks al die werkgelegenheid in Brazilië zit of in Azië. Ik denk dat het onderwerp biobased economy moet je heel erg integraal aanpakken. En op deze manier om mensen elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Op een integrale manier en ook een kleine groepjes laat samen praten rondom een onderwerp. Ja, dat helpt, want we hebben elkaar allemaal nodig. Het is nu een niche, maar de niche leeft bij de gratie van de bulk. En de bulk heeft de niches nodig, dus wat we nu als niche doen, moet naar de bulk toe. Wat we nu moeten doen is het echt richting demo en richting full-scale productie brengen. En dan natuurlijk het liefst in Brabant.